Dank voor uw geduld. Goedenavond. Vanaf 7:45 vanavond hebben twee Duitse netten het televisiedebat uitgezonden tussen de vier hoofdrolspelers in de Duitse verkiezingsstrijd. Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß, Helmut Kohl en Hans-Dietrich Genscher bespraken vooral belangrijke thema's van de internationale politiek, zoals de spanning tussen Oost en West. Hier volgt een kort fragment uit het debat. Die Verwendung des Ausdrucks Mauerbau, des Ausdrucks Moskauer Fraktion, Herr Kohl, gegenüber meinen Freunden Bahr und Wehner und Brandt, halte ich für eine von Ihnen kühl kalkulierte, absichtsvolle Beleidigung und ich weise Sie zurück. Sie wollen den Eindruck erwecken, als ob hier deutsche Patrioten sich dazu hergegeben hätten, im Auftrage einer fremden Macht scheinbar deutsche Politik zu treiben, in Wirklichkeit aber im Auftrage einer fremden Macht. Wir sollten einmal endlich begreifen, dass für die Sowjetunion Koexistenz, Entspannung und Abrüstung psychologische Waffen zur Einengung des Handlungsspielraumes des Westens sind. Für uns sind Koexistenz, Entspannung und Abrüstung praktische Notwendigkeiten, aber keine halbtheologischen Dogmen oder politische Psychopharmaka, mit denen man die Öffentlichkeit dann fast in einen Faszinations- und Halluzinationszustand versetzt. Mehr über dieses Debatt vanavond noch in einer extra Ausstellung von Panoramiek, straks na dit journaal op dit net. De nationale staking van een uur morgen in Polen gaat door. De leiding van de onafhankelijke vakbonden heeft vandaag de laatste instructies gegeven voor die staking. Dit ondanks de druk van de Poolse regering die alle mogelijke moeite doet om de staking alsnog te voorkomen. De onafhankelijke vakbonden hebben tot de prikactie van morgen besloten omdat de regering zich volgens hen niet heeft gehouden aan de afspraken die eind augustus waren gemaakt. Saoedi-Arabië heeft besloten zijn olieproductie tijdelijk met bijna 10% te verhogen. De maatregel is genomen om te voorkomen dat er tekorten ontstaan nu er uit Iran en Irak geen olie meer komt. De raffinaderij in de Iraanse havenstad Abadan staat gedeeltelijk in brand. De twee oorlogvoerende landen zijn dagelijks bezig elkaars oliecentra te bestoken. Irak is er nog niet in geslaagd de oliesteden aan de Persische Golf in te nemen. Iran maakt zich op voor een tegenaanval en heeft een mobilisatie afgekondigd in de olieprovincie Koezistan. Vicepremier Haakmat van Suriname vindt dat er ook na 25 november speciale banden moeten blijven met Nederland. Op die datum, 5 jaar na de onafhankelijkheid, wordt er bij vestiging in Nederland geen onderscheid meer gemaakt tussen Surinamers en andere buitenlanders. Haakmat heeft met het oog daarop aan minister De Koning van Ontwikkelingssamenwerking gevraagd te praten over nieuwe verdragen. Minister De Koning heeft gezegd dat Nederland daartoe bereid is. De twee bewindslieden hebben elkaar gesproken in New York, vanwaar De Koning vandaag terugkeerde in ons land. Hij zei daarbij dat de betrekkingen die bij zijn bezoek in Paramaribo in juli slecht waren, nu weer zijn genormaliseerd. Het nieuwsoverzicht. Het buitenland gaat meer betalen voor ons aardgas. Jaarlijks 2 miljard gulden meer. Toponderhandelaar Spierenburg heeft dat bereikt na overleg met gasbedrijven in West-Duitsland, Italië, Frankrijk en België. Het extra geld zal worden gebruikt voor versterking van het bedrijfsleven. De VVD maakte vandaag zijn verkiezingsprogramma Samen aan het werk bekend. Enkele punten daaruit. De collectieve lasten en belastingen moeten omlaag om zo uiteindelijk 300.000 arbeidsplaatsen te scheppen. De economische groei zal 2% bedragen als alles meezit, zegt de VVD. Maar salarisverhoging zal er voorlopig voor niemand in zitten. De liberalen houden vast aan de koppeling tussen lonen en sociale uitkeringen. Met welke partij wil de VVD dit programma uitvoeren? Fractieleider Rietkerk. Ik heb het gevoel dat als ik kijk naar de andere programma's die nu op tafel liggen, dat we dit programma toch het best met het CDA zouden kunnen uitvoeren, omdat de Partij van de Arbeid, met name over de aanpak van de sociaal-economische problemen, toch nog steeds sterk op dat collectieve spoor zit. Het ministerie van Economische Zaken gaat helpen de witkar in Amsterdam nieuw leven in te blazen. Dat gebeurt met een subsidie en een lening van in totaal 400.000 gulden. De witkar, het witte elektrisch aangedreven karretje, dat in het stadscentrum de auto moest gaan vervangen, was de laatste tijd in de versukkeling geraakt. Maar een onderzoek heeft aangetoond dat de witkar een duidelijke energiebesparing kan opleveren. De weersverwachting van het KNMI tot morgenavond. Droog, heldere nacht en een kleine kans op nachtvorst. Morgen zonnige perioden
en een middagtemperatuur van ongeveer 17 graden. De vooruitzichten voor zaterdag en zondag, enkele opklaringen, maar mogelijk ook een korte regenperiode. Goedenacht. Goedenavond, verkiezingsstrijd in de Bondsrepubliek. Dat de heren politici in Bonn elkaar met modder te lijf kunnen gaan. Dat hebben we gisteravond kunnen zien in Panoramiek. Maar vanavond wordt het anders. Want in Varavisie bleek al dat de West-Duitse politici tenslotte toch ook nog politieke argumenten voor elkaar over hebben om tegen elkaar in te gaan.